Ben met de guys onderweg. Ben met de guys onderweg. Ben met de guys onderweg. Pakken die money en zijn alweer weg. Ben met de guys onderweg. Ben met de guys onderweg. I wanna ball in peace, so them with they hating on me. Ik focus op mezelf, die niggas zijn vol met jealousy. Die niggas die haten, ik heb die boze. Yo, 100TV family, welkom back vanaf 100TV Gaming. Vandaag weer een nieuwe aflevering van EFC Carrière met Almere City FC. Vandaag gaan we weer verder waar we zijn gebleven. We zijn lekker bezig in de Champions League. En we gaan gewoon vandaag kijken wat voor drie mooie wedstrijden er op de planning staan. We gaan er gelijk even naartoe. Ik ben hyped ervoor, want we gaan zo lekker ook in de Champions League. We gaan gewoon goed. We gaan een keer lekker. Het zit een keer mee. Vandaag hebben we gelijk twee moeilijke wedstrijden. Dat is Liverpool thuis, PSV uit en dan eindigen we met PEC Zwolle thuis. Dat zijn de drie wedstrijden van deze aflevering. We gaan even doorsimuleren en ik hoop dat het team een beetje is uitgerust. Dat is het team op behalve de rechtsbuitenspits en op Ballo. Na heb ik nog spelers die ik... Ik heb genoeg spelers. Ik heb spelers zat die mee kunnen gaan en die kunnen helpen. Dus dat komt echt wel goed. Dit gaat goed komen. Het komt helemaal goed. Het komt helemaal goed. We gaan gewoon de verslag kijken van Liverpool. In de laatste 5 hebben ze er 2 verloren en 1 gewonnen. Staan op de derde plek, want ik ken Real Madrid, staat volgens mij gedeeltelijk op de eerste plek, als ik het goed zeg. En aan het team is het volgens mij gewoon precies dezelfde opstelling als de eerste keer. Ja, er is niet echt heel veel veranderd aan dit team. Niks spannends, dus we gaan gewoon lekker beginnen met Liverpool in de Champions League. Ja, en daar zijn we dan. Wij hebben de aftrap. En we gaan kijken wat het gaat worden tegen Liverpool. Is er nog iemand echt moe? Niet per se. Dus we gaan lekker zo door. Een goede eerste helft. Niet heel veel, maar gewoon goed. Ook gewoon een 0 gehouden. Verdediging is stabiel. Dus het is een goede eerste helft. Hele goede eerste helft. Naar Chef. Die is sneller. Of nee, dit is Van Hoeven trouwens. Want Chef is naar die andere kant. Van Hoeven geplaatst. Alisson de boosdoener. Hens. Want ik zie die scheids al rennen. Akpo. Op blok. Chef. Chef is weg. Chef is weg. Geraldo. Oh, jongen, die Alisson staat daar toch op doel? Niet normaal. Dat is echt niet normaal. Die is voor Chef. En die is weg. Chef is weg. Geraldo, net. Te hoog voor Geraldo dit. Speelt echt niet heel veel, maar het was net te hoog voor Geraldo. Ja, dag! Hoe gaat dit erin? Hoe gaat dit erin? 3 man, jongens. Oh, wat lelijk. En ook zo laat in de wedstrijd. Wat een lelijke goal dit. En waarom zo laat? Gelijk hier weer Chef. Oh, hij mag lopen. Ja, kut, sorry.
echt zo'n lelijke late treffer dit hoor. Heel lelijk dit. Nee, oh, Van Hoef, wat doe je? Hoppa! Hoppa! Ik krijg een juk van hem achterhoofd. Oh. Oh. Wat een wedstrijd dit. Wat een wedstrijd dit. Oh, 1-1. Oh. Niet weggeven nu. Niet weggeven nu. Of gelijk of winst. Niet verliezen. Van Hoeven. Op tijd. Terugleggen. Naar... Hallo! Ik wou één pas te veel geven. Eén pas te veel. Jeff. 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 Oh! Recht op Alice van Af ook. Ja, 1-1. Oh, dit had de winst voor ons moeten zijn. Dit had de wedstrijd moeten zijn die 3 punten naar ons toe hadden moeten trekken. Oh, 1-1, maar het is zeker niet verkeerd. Het is zeker geen verkeerde uitslag en ook geen verkeerde score. Om 1-1 te spelen tegen Liverpool als Almere City zijnde. Dat is zeker niet verkeerd. Echt niet. We hebben een mail. Spelers Plasvaten Club Geraldo Becker lijkt het niet te kunnen bijhouden. Dan gaat hij gewoon zich weer even focussen op. Energie, prestatiegericht, jouw conditie ook heel laag, dan is dat ook gefixt. En dan gaan we gewoon naar de wedstrijd van PSV, verslag bekijken. PSV is dat eerste en in de laatste 5 hebben ze er 3 gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren. Staan op de eerste plek, spelen 4-3 controlerend, ze hebben... Saibari op rechts al gedaan en een nieuwe spits genaamd Fofona hebben ze naar binnen gehaald. En voor de rest is het wel hetzelfde. Ik hoor een abonnee binnenkomen. Terwijl we aan het opnemen zijn. Ik hoor gewoon de muziekje van een nieuwe abonnee. Ik weet niet wie het is nog, maar liefde voor jou. Als ik je naam kan vinden, dan zou ik jou even aan het eind van deze aflevering ergens erin zetten. Dus dat komt goed. Maar ik hoorde hem afgaan. Sowieso liefde, bedankt voor alle support op dit kanaal. Want we groeien hard. Ook als een community groeien we hard. Dus daar ben ik echt blij mee. En heel dankbaar voor. We gaan gelijk door naar de aftrap natuurlijk. Want ik ben benieuwd wat wij kunnen gaan doen tegen PSV. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik spelers even rust geven. Want ik zie dat heel veel spelers heel moe zijn. En dat... Ja, Ballo moet dan maar even een wedstrijdje. Even gewoon niet eens reserve. Gewoon even eruit. Gewoon even helemaal eruit. Jij ook op de middenveld. Gewoon even helemaal eruit. En even lekker... beginnen en de rest even lekker rust geven. Wij hebben de aftrap en ik zie
dat het weer lekker aan het sneeuwen is in Eindhoven. Ik ben benieuwd of het ons wat geluk meebrengt. Omdat wij ook het uiterste nu aan hebben. Die is ook lekker wit. Misschien camoufleren we heel goed. Dat zou mooi zijn. Isaias kan niet schieten natuurlijk. Helemaal vergeten. Die jongen die kan niet schieten. Dat ben ik echt helemaal vergeten. Ziyech. Met de hoekschop. Want ja. Ballo is natuurlijk aan het rusten. Jeff. Er langs. Wat een rare goal. Heel lelijk. Maar hij telt. Daar gaat het om. Ik begreep niet wat daar gebeurde. Maar hij telt. Hij zit. Daar gaat het mij om. 1-0. 1-0. We gaan even bekijken de herhaling. Wat een rare goal. Als ik dit tegen zou krijgen, zou ik helemaal lijp worden. Ik word echt lijp. Echt. Moet er. Oeh. Jammer. Daniel, goed gedaan. Baji voor zijn tweede. Baji voor zijn tweede. Gaat hij voor zijn hat-trick? Ik denk het wel. Gretig. Gretige spits. Gaat Baji voor zijn derde. Ook heel goed afgemaakt. Lekker rustig gebleven. Goed afgemaakt. 2-0. We lopen goed voor op PSV. Het staat een keer goed. Ons team staat gewoon een keer goed. Yes, goed gedaan. Nabadji, hat-trick. Ik heb het gezegd, hè? Voordat hij al die bal na de 16 bracht, zei ik al, hat-trick. Dat zei ik al, hè? Hat-trick. Daarvoor al. Hat-trick. Heerlijk. Heerlijke doelpunt. Goed gedaan van Hakim weer. Top. 3-0. En het is pas de eerste helft. Oh, Daniel iets te gretig. Wat gedaan door Daniel dit, hè? Ah, ik was te veel gefocust op Jeff of hij wel snel genoeg was. Waardoor ik vergat om naar de man met de bal te kijken. Costa. De grote beer. Costa. Geen strafschop, hè? Oké, dan scheids. Ik wou net zeggen. Want er was niet heel veel aan de hand. Bal van een slechte bal van Hato. Maar hij maakt het hiermee gelijk weer goed. Niks aan de hand. Winst. 3-0 in Eindhoven. Dit doe je niet zomaar, hè. Helemaal niet in de staat waarin Eindhoven nu is. De eerste doen het goed en wij winnen gewoon even 3-0. Wij als Almere City winnen even 3-0 van PSV. Wij gewoon. Doen we gewoon even. Doen we gewoon eventjes. Want dat kan gewoon blijkbaar. Tjonge. Lekker rust. Oh, na deze wedstrijd is Real Madrid. Na deze wedstrijd komt Real Madrid even aankloppen. Goedemorgen. Ja, die lijkt het prima aan te kunnen. Transfer aanbod voor Agu.
Hij wou zelf weggaan, hè? 8.1 kunnen we krijgen. Dus we gaan even onderhandelen en even kijken of wij op zijn minst 8 miljoen eruit kunnen halen. Of 7,8 miljoen ongeveer. We gaan gewoon naar 8 miljoen. 8.2. Top. Hebben we nog extra ervoor gehad ook. Dus heel blij mee. Heel blij mee. Nog iemand die Agu wilt hebben. Dus we gaan ook met hun gewoon lekker onderhandelen. En even kijken of hun ook bereid zijn om 8.2 misschien te betalen. 8.3. Laten we gewoon naar 8.3 gaan. Even kijken. Oké, top. 8.3 is ook voor hun goed. Dus we gaan het wel zien. We gaan het wel zien. We gaan naar de laatste wedstrijd. En dat is tegen PEC Zwolle. De verslag bekijken. Ze spelen 4-4-2 op lijn. Ze hebben rood. En volgens mij is er niemand op wie wij moeten opletten. Ze hebben de laatste 5 wedstrijden de 4 verloren en 1 gelijk gespeeld. Staan op de 17e plek. En spelen via de vleugels. Niet heel interessant voor ons. Niet heel gevaarlijk voor ons. Maar ik zie wel dat wij heel veel spelers hebben die ik rust moet gaan geven. Want ik heb die mensen nodig in de Champions League straks. Dus we gaan jullie even allemaal lekker rust geven. Want hè, het is maar PEC Zwolle. Dus ja, we gaan het lekker zo doen. We kunnen nog zelfs 7 nog extra rust geven. En dan spelen we gewoon, ja joh. We gaan het lekker hiermee doen. Want in de volgende aflevering, de eerste tijd, hebben we Real Madrid. Dus daar moeten we heel scherp voor beginnen. Hier zijn we en PEC Zwolle heeft de aftrap. En we gaan kijken wat PEC Zwolle vandaag gaat laten zien. Want ze gaan niet zo heel lekker. Ze staan ook laatste, zowat of ene laatste. Dus ze gaan niet echt heel goed. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze het gaan doen tegenover ons. In deze wedstrijd. Nou, de eerste schot is wel direct van hun. Maar ik ben gewoon benieuwd. Wat gaat PEC Zwolle laten zien? Net nog iemand er elke keer weer tussen. Elke keer zit er net iemand tussen. Daar gaat de nul! Daar gaat mijn score al. Die vervalt al. Laat weten in de reactie of jij al misschien de goede score hebt. Rust. We gaan rust met de 1-0 achterstand. Dit is niet goed. Dit is niet goed voor zaken. Dit is niet goed voor de business. Niet goed. We gaan gelijk door. Gelijk door. Want we moeten scoren. Dit gaat anders echt niet goed. Even mooi doen hoor, die chef. Dankjewel. Die bal is voor ons. Pas naar Lens. Chef.
Nee! Deze bal al aankwam. Was het heel mooi geworden. Maar helaas. Reinders? Welke Reinders is dit? Je gaat me niet zeggen. Tijani Reinders, toch? Dat ga je me niet vertellen. Ja? Ja? Jeff? Je bent sneller, hè? Eroverheen. Baljeet. 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 Niet. Gendelaar. Staat hier in de weg. Lens. Baljeet. 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 Tuurlijk, jongen. Welkom. Baljeet. Oh. Ja, die heeft hele goede zaken. Doet hele goede zaken voor ons. Doet hij heel goed. Doet hij heel goed. Een goede invaller naast Geraldo. Maar ik moet even scherp blijven. Want Pek Zwolle begint raar te doen. Die bal moet weg. Deze bal moet hier weg. Och. Dankjewel. Goeie keeper, jongen. Goeie keeper dit. Echt, ik blijf het zeggen. Ik ben echt blij met deze keeper. Oh, hier ben ik niet zo blij mee. Maar hier wel mee. Naar Jeff. Motor. Laat met rust. Stoor niet mijn video. Oeh, ik dacht dat die bal te ver voor zich uit was. Baljeet? Ja, dat is een beetje te hard. Rot! Dit kan niet. Dit kan niet. We gaan niet verliezen toch van Pek Zwolle, jongens. Pettersen, doe weer stout alsjeblieft. Zo! Jeff, ik vertrouw op jou. Jeff! 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 Dit verliezen we niet. Dit gaan we niet verliezen. Op zijn minst gelijk. Maar dit verliezen we niet. Hell to the no. Hell to the no. Gelijk vind ik prima. Maar verliezen, dat doen we niet deze aflevering. Dit doen we niet. Nee, 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 nee. Dit doen we niet. Oh, wat is dit? Wat is dit? 2-2. Wat een wedstrijd. Oh, wat een wedstrijd. Champions League. Waar staan wij? De eerste plek. En we staan 3 punten voor op Real Madrid. Dus dat betekent dat wij deze strijd op zijn minst gelijk moeten spelen. Want Liverpool en Kopenhagen staan gelijk. Alleen, hey, Liverpool, hun doelsaldo is slechter als die van Kopenhagen. Dus hoezo staat Kopenhagen dan vierde? Dat begrijp ik niet helemaal. Maar onze doelsaldo is beter als die van Real Madrid. En we staan 3 punten voor. Dus als wij nu weer winnen, dan zijn we er nog niet trouwens. Want als nu Liverpool wint, staat het op 7 punten. Oeh, wij moeten eigenlijk winnen, want dan hebben wij 11 punten. En dan heeft Liverpool de 7. En daarna hebben wij... Nee, we hebben nog 4 wedstrijden te gaan. Nee, nog 2 wedstrijden. We hebben nog 2 wedstrijden. Ja, we moeten winnen. We moeten winnen. En dan zijn wij gegaan naar dit eerste van de pool. Als wij verliezen,
dan hebben we nog een probleem. Dan kan er een klein probleempje komen. Maar ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Geraldo is helemaal niet meer zo scherp. Hoe? Zo niet. Wat jullie even twee wedstrijden niet hebben gespeeld? Ligt dat echt daaraan? Nee, toch? Oh, ik ben benieuwd. Spelerschat. Hey, manager, je hebt het goed gedaan. Het gebrek aan speelminuten? Wat lees ik? Je hebt 2 wedstrijden op de bank gezeten om rust te nemen voor jezelf. En jij bent niet tevreden? Je balkje was helemaal vol. 2 wedstrijden speelt hij niet en hij is ontevreden. Wauw. Dit had ik niet verwacht van Ballo. De jongen die ik vanaf de eerste seizoen heb gestreden om te kopen, steekt zo een mes in onze rug, alsof hij nooit speelt. Hij speelt elke wedstrijd. Wat is dit? Wat is dit voor onzin? Oh. Gelukkig is dit het einde van de aflevering. Kan ik even rust worden, want had ik niet zien aankomen. Maar ik wil wel jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. We gaan hard ook met de abonnees. Ook met de afleveringen. Ik zie ook dat jullie van gaan genieten. Dus we blijven ze ook gewoon lekker maken. Ik ben ook aan het kijken van of we de spelerscarrière serie gaan maken. En hoe ik dat het beste in elkaar kan plakken. Want ik denk dat spelers... carrière niet heel veel plezier met zich meebrengt als je 1 speler bestuurt en je moet 3 wedstrijden gaan opnemen, want dan raak je het heel snel zat omdat je echt maar 1 speler bent en hè, dus dat moeten we even gaan bekijken hoe we dat in elkaar gaan doen. Als jullie ideeën hebben, laat het weten hier in de reactie of join de Discord, link staat bovenaan in de beschrijving en laat daar al je ideeën achter, want dat kan natuurlijk gewoon. En dan zie ik de reacties of de berichten via Discord vanzelf verschijnen. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. Lobby. I wanna ball in peace, so them where they hating on me. Ik focus op mezelf, die niggas zijn vol met jealousy. Die niggas die haten, ik heb die boven.